Hey mensen, top dat jullie kijken. Welkom bij een nieuwe werkplaatsvlog. Vandaag, de grote dag, we gaan onze afgestelde brandstofpomp en verstuivers weer terug monteren op de tank. Maar voor we dat gaan doen, gaan we ook nog even de compressie meten. Want het ding heeft nou alleen een aantal keer gelopen al. Alles goed warm geworden. Een beetje in elkaar ingelopen en zo. We weten straks dat het brandstofsysteem helemaal in orde is. Maar ja, het kan natuurlijk nog steeds zijn dat er toch ergens een klep niet helemaal goed is of zo. Of dat hij op een cilinder geen compressie heeft. Nou moet ik bekennen dat hij, er zit niet echt een plofje in als je aan het lopen is, hè? Nee, je kunt het ook slecht horen, want het maakt alles heel veel herrie, maar... Ja, maar toen van de eerste keer dat we lieten lopen, zat er echt zo... De hele tijd hoorde zo'n sis, zeg maar. Maar dat is helemaal weg nu, volgens mij. Dus ik ben heel benieuwd. Ik denk eerlijk gezegd dat het best oké is met de compressie. Maar denken en weten is natuurlijk verschil, dus we gaan kijken of we het kunnen meten. Daarvoor hebben we hier een compressiemeter. De bedoeling van de compressiemeter is eigenlijk, ik kan misschien een heel schetsje maken. Nou, je ziet het, we hebben hier een metertje, we hebben een heleboel adaptertjes en hulpstukken. Wat we eigenlijk gaan doen, zo. Nou, de compressie, hè? Een verbrandingsmotor, zuigermotor, en natuurlijk een zuiger. En dat ziet er zo uit, de hele krukas. Zo. En we hebben dan de cilinder. Boven de cilinderkop, de klep erin. Heel die motor die kan eigenlijk werken doordat je zeg maar verbrandingen hier hebt. De verbrandingskamer, gas, dat wordt in één keer heel erg heet. Zet uit, druk de zuiger naar beneden. Ja, dat is eigenlijk een beetje het principe hoe zo'n brandingsmotor werkt. Maar daarvoor is de compressie is heel erg belangrijk. En de compressie die geeft eigenlijk aan, hè, compressie is het samendrukken. Dus de compressie gebeurt eigenlijk als de zuiger naar boven gaat, als de kleppen dicht zijn. Dan wordt het gas gecomprimeerd. En die mate van compressie, de compressieverhouding noemen ze het ook wel, die geeft eigenlijk weer hoe goed de motor is. Je kunt je voorstellen als een motor op een gegeven moment begint te slijten, er kunnen verschillende dingen misgaan. Bijvoorbeeld zuigerveren die kunnen op een gegeven moment slecht worden. Dus dan gaat er lucht eigenlijk langs de zuiger zeg maar naar het karter. Dat noemen ze ook wel een blow-by. Verder heb je hier natuurlijk de kleppen zitten. Ja, die zijn natuurlijk ook heel belangrijk. Die moeten ook kunnen afdichten. Die kunnen lekken natuurlijk. Dat wil je niet. En dan heb je natuurlijk ook nog, de motor heeft meestal een losse cilinderkop, een beetje afhankelijk. Daar kan je natuurlijk ook nog lekkages hebben die naar buiten toe lekken. Of die misschien wel naar het koelkanaal toe lekken, dat kan ook nog natuurlijk. Er lopen hier waterkanaaltjes doorheen, hè, die zorgen voor de koeling van je motor. En zou hier drukverlies kunnen optreden. Ja, dus dat is eigenlijk wat we willen gaan meten. Maar hoe gaan we dat nou meten? Dan gaan we dus de compressiemeter, dat zit dus al die adaptertje en hulpstukken. Dan zou je bijvoorbeeld bij een dieselmotor, kun je de verstuiver, die zit dan hier bovenin, erbij geschroefd. Ook trouwens weer iets waar compressie kan weglekken natuurlijk. Hè. Dus ja, overal waar afdichtingen zijn, kan die druk natuurlijk weg. Zo, hier zit de verstuiver. Die halen we eruit en daar willen we dan vervolgens een adaptertje in zetten met die meter. Zo. En die compressiemeter die werkt eigenlijk een beetje als volgt. Op het moment dat die zuiger gaat bewegen, die bouwt dan druk op. Die meter die gaat omhoog en die meter blijft staan waar hij eigenlijk zijn hoogste druk heeft gehad. Dus op die manier kun jij zien wat de compressie is van een bepaalde cilinder. Dus je gaat die motor eigenlijk gewoon met de startmotor rondgooien, die zuigers gaan bewegen en dan gaat de meter op een gegeven moment omhoog. En dan kun je dus de compressie kun je meten, de druk eigenlijk, hè, op dat moment. Ja, voor een dieselmotor is de compressie, wat is de compressiedruk, weet je zo uit je hoofd, Dirk? Benzine is geloof ik 10 bar. Ja, diesel is een stuk hoger, 10, hè. En diesel is geloof ik 15 tot 20. Ja. Maar dat hangt ook weer van op je... En natuurlijk gloeifuncties hebt, die hebben wij al niet, dus dan zal die hoger zijn. Dat is wel een beetje, ik denk dat die wel rond de 18-20 moet zijn hoor.
volgens mij. Ja, ik denk wel wat we nou gaan doen is, we gaan gewoon kijken. En vooral op letten of er uitschieters zijn of dat erbij zijn die echt geen compressie hebben of aanzienlijk minder als de rest. We hebben dadelijk natuurlijk als we hem starten, dan kunnen we gauw zien hoeveel dat die, ja, hoeveel normaal is eigenlijk. Hè? Dus dat, ja, laten we gaan kijken. Dit is nog even een puntje van aandacht natuurlijk. Die, ja, die aansluiting, we hebben er allerlei verschillende hulpstukjes bij. Er zitten bijvoorbeeld ook hulpstukjes bij, die kunnen dus in een gat van een gloeibuzie. Ja, die hebben we niet bij onze motor, dus dat, ja, dat gaat dan niet. Dus dan gaan we met, die, ja, met iets wat in die verstuiver past, zeg maar, gaan we dat knutselen. En we hebben al gezien, er zit wel iets bij wat ongeveer past, maar toch niet helemaal. Dus er gaat nog even de slijptol aan te pas komen. En dan moet dat wel goed komen. En dan moeten we de motor dus gaan rondstarten. En dat deden we altijd op perslucht. Maar ja, dat gaat in dit geval niet zo goed werken natuurlijk. Want ja, we gaan steeds één cilinder, ja, een bougie erin zetten. Of tenminste de testbougie, om zo te zeggen. De testverstuiver. Dus ja, dat op perslucht starten gaat niet. Dus Dirk is daar ondertussen bezig om een accukabel te maken. Dan gaan we kijken of de startmotor het doet. Hè? Ja, we hebben nou twee goede accu's, dus ik ben benieuwd. We gaan het zien dadelijk. Dat is een verstuiver. Dit is ons hulpstuk wat ik eigenlijk door ga gebruiken. Deze. Kan je daarin schroeven. Die zit in een aluminium prop. Die dicht dan af op het gat waar de verstuiver in komt. Alleen deze, dit wordt niet helemaal. Kijk maar, dit is een stuk slanker allemaal. Dus we moeten hier even het een en ander vanaf gaan slijpen en een pas maken. Ai. Maar ja, het moet. Oei oei. Ik ben benieuwd. Kijken of die past. We zijn er nog niet. Er moet nog een hoop vanaf. Het ding. Er is niet veel meer van over van het oorspronkelijke ding. Hè? Kijk, maar. Zo. Dat komt goed. Vastdraaien. Accu's erin en starten maar. Kijken wat. Zo. Okay. Is hij de meter? Het is gewoon een ja, manometer. Hier zit een knopje. Er zit een terugslagklepje in, dus hij houdt eigenlijk zijn druk houdt hij vast. Dus hij laat de maximale druk laten zien. Op het moment dat je het knopje indrukt, dan, pss, dan is de druk weg. En dan staat hij weer op nul. Oké, okay, ik koppel hem hier aan. Dit is klaar. Zo, als we nu accu's erin zetten, dan kunnen we hem hopelijk met de startmotor rondstarten. Want dat hebben we nog niet eerder gedaan. En dan kunnen we compressie meten. Is hij? Nog een nieuwe accu. Ook. Je moet kracht hebben om alles te draaien. Zout. Zout? Er zit volgens mij wel een beetje zout in die accu's. Yeah. Denk ik dan, hè? Ja. Ze zeggen druk maar op de knop. Oh, mag ik het doen? Ja, knop drukken, ja. Ik ga hier een vlam boven springen. Dan moeten we even kijken. Over stroom. Ja, dat dacht ik wel. Ik vond wel dat hij niet zo heel krachtig opstartte, die startmotor. Ja, dat is jammer, dan is hij stuk. Die startmotor is te zwak, dat dacht ik wel. Normaal startmotor moet je echt tegenhouden als je die aanzet. En deze was echt zo...
zo laf. En toen dachten wij dat die accu's niet goed genoeg waren, maar ik vond het toch wel weinig. Maar kunnen we geen compressie meten. Komt wel een pilletje uit. Ja, dat wel. Hij gaat uit. Ik heb je een setje gegeven met die ventilator achter. Dat kan ik wel doen. Vast. Volgens mij zijn die ketels gewoon vol, hoor. Ja, dat kan wel, ja. Ik denk dat hij het gewoon doet. Oh, oh jee. Ja? Ik ga het zelf wel weer afduwen. Het is gewoon een klep vol. We hebben even een extra massakabeltje aangelegd. Kijk, zo. Hoppatee, kabel naar daar. Anders moesten we heel de startmotor uit elkaar pakken en al die vlakken opschuren en zo. Dus dat is, daar waren we niet van plan. Zo moet het werken. Dat gaan we nu zien. Mogen komen. Oh, ja. Hij vonkt nog altijd. Ah, hij moet gewoon even invonken. Nee, denk het niet. Hij vonkt daar overal, joh. Dat is allemaal opgeschilderd. Hij heeft echt dikke vette massaprobleem, die startmotor. Hij vonkt ook tussen dat kapje. Oh, ik zie ook een beetje rook ontstaan, zie je? Ja, dat is omdat hij daar vonkt. Hij vonkte zeg maar hier en daar tussen vonkte hij gewoon. Daarom, dan moet gewoon invonken en dan is het klaar. Laat hem gewoon eens een keer rondgaan. Ja, dat doet hij niet. Jawel, dat doet hij wel. Oh, dat doet hij wel. Doe het dan. Ja, nee, hier, dan moet je hem een zetje geven. Oh, is dat het? Hij botst tegen het ding aan. Nee, want daar zit ingeschakeld. Nee, hoor. Zo. Hier. Nee, hij vonkt de hele tijd. Hou maar op. Nee, die startmotor is niet goed. Al die vlakken, er zit verf tussen natuurlijk. Ja, maar er kan eigenlijk weinig verf tussen zitten, want... Die, nou, ik wil best een keer op de knop. Ik wil best een keer op de knop drukken dat je het ziet. Ja, maar die solenoid doet het. En die motor, die heeft gewoon massa. Dus ja, dan kan er niks verkeerd zitten. Hier, kijk, dat hier verf tussen zit en hier, dat moet niet uitmaken. Als daar de spanning doorheen gaat. Toch, hij vonkt echt op het ronsel. Hij pakt daar zijn massa. Hoe kan dat nou? Waarom gaat hij daar zijn massa pakken? Hoe maar eens. Nee. Waar vonkt hij dan tussen? Vergeet het maar. Nou, ik ga hem niet vergeten, hij moet gewoon maken. Ja, dan kun je hem gerust eruit schroeven, denk ik. Nee, want hij maakt tegen. Doe hem eens. Oh, ik weet het al, anders ruimt op daarvoor erbij. Kap. Naar hier. Nee, het bout zit toch hierin, dus dan maakt dat. Ja, dat klopt, maar dan heeft dit deel geen massa, denk ik. Maar die heeft geen massa nodig. Ja, dat weet ik niet. Hij pakt volgens mij zijn massa. Nee, zit gewoon dat heugel zit erin. Dat hefboom. Ja, maar waarom vonkt hij dan toch hier? Hij pakt zijn massa, want zijn massa zit hier aan. En naar hier vonkt hij. Dus hij trekt zijn stroom hier langs die kap. Hierbij doen. Ja, dan misschien dat we dan hebben een tang hier. Nee, zeker. Dat zoek je. Nou, deze niet. En naar deze? Die wel. Zie je? Dus deze, dat draad uit heeft gewoon geen massa. Nou, die wel. De moer wel. Dus dan heeft deze ook gewoon massa. Toen die daar aan zat, even kijken. Nou, nee. Toch wel twijfelachtig. Nou, hier. Dat is gewoon wel massa, toch? En nu de startmotor. Ja. Zal ik hem eens op de rondsel meten? Nee, gewoon op dat buitenkantje daar. Hier. Hier heeft gewoon massa. Nee, hou maar eens op, want dit is niet oké. Ik wil massa, maar ik wil nou het ronsel meten. Ja, doe maar. Maar dan meet je toch ook gewoon. Ja, meet alles gewoon massa. Dat is gek. Heeft dan... Ik weet nou het vliegwiel van de motor? Of van de bak? Die heeft niet. Die heeft geen massa. Dat is... Nou, ja, toch ook. Ja, hoezo vonkt hij dan zo als een malle daartussen die krans? Nou, hij is nog steeds dat naroken hier, zie je daar. Ik snap niet, dat is alleen een kapje wat daarop zit. Waarom zou dat moeten roken? Omdat hij zijn massa naar hier pakt, naar de voorkant van die startmotor. Nou, hou hem dan eens op dat boutje, dat dunne boutje daar, die M6. Ja, dan zou die maken, dan draaien we eerst deze van. Oh, gewoon massa te meten, ja daar. Dan heb ik ook wel massa. Ja. Oké. Ja, komt ja. Dan? Nee, je moet wel eerst de hoofdstroom afmaken. Oh, die staat wel uit. Vanaf de battery
dan het lamp omhoog gewoon uit. Zo. Nou, dat gaat gewoon goed. Doe nog eens. Gaat goed. Ja, ik ga. Hou maar even. Nee, het gaat heel goed. Ja. Oh, oh, oh. Ik zie het al. Daarbinnen, daar zit een veertje. En een veertje maakt smarty. Dat veertje, dit is inmiddels gegloeid. Die doet niet zoveel veerwerking meer. We moeten even deze eraf pakken. Hier binnen zit het niet goed. Zat als... Niks. Nee, maar hier, Dirk, deze is gewoon gegarandeerd, hè? Nou, je hebt, daar de dikke plus, die komt binnen. Ja. En je hebt daar die verbinder, zeg maar. Die geeft de plus door aan de startmotor. En op het moment dat hij er tegenaan komt, dat bruggetje, zeg maar, hè, dat contact. Dan komt daar natuurlijk ook plus op te staan. En dat bruggetje, dat maakt sluiting met die hefboom. Ja, ja, dat is het ook. Maar dat was het ook. En dan, maar dat gebeurt met door middel van dat veertje, want dat veertje gaat groeien. Nee, dat is het niet. Nee. Oké. Okay. Dit eigenlijk los kunnen. Ik bedoel, dit is ooit ook. Hey, daar ligt hij trouwens. Oh. Ik zeg net, ik was net aan het zuchten dat ik iets weer niet kon vinden. En zoals veel van jullie ook al zeiden, ruim je werkplaats nou een keer op. Dan zei ik net ook, we moeten eigenlijk gewoon die werkplaats opruimen. Maar ja, dan zijn we weer aan het proberen om die tank te laten rijden. Want we willen eigenlijk kijken of we morgen misschien wel kunnen testrijden. Hè? Maar eigenlijk moeten we gewoon opruimen. Maar dat betekent morgen niet testrijden. En volgende week hebben we ook nog iets anders te doen. Dus dan is het misschien wel dit jaar niet meer testrijden en zien of de brandstofpomp werkt. En dat willen we wel zien. Dus daarom gaan we nou niet opruimen en die brandstofpomp erop schroeven. Dus of jullie niet allemaal willen zeuren onder in de comments dat de werkplaats opgeruimd moet worden. Want als jullie zo doorgaan, dan gaan we de werkplaats opruimen en gaan we niet testrijden met de tank. Oh. Dan werd het. Dat zijn onze afwegingen die we af en toe moeten maken. Dus ja, kijk hier. Hier ligt nog een verfspuit van het buggyproject. Er zit nog tin erin, die moet nog schoonmaken. Er ligt overal van alles. Ik weet het. Maar ja, we willen ook gewoon zien of dit werkt. Dus ja. Ja, dat is die brug. Die maakt sluiting. Dan moet het zijn, want anders gaat hij niet vonken op het moment dat je hem inschakelt, maar dan zou hij altijd vonken. Deze is een beetje, die is gegloeid. Ja, deze die heeft het warm gekregen, deze veer. Maar... Dan moet je even in ons veerassortiment kijken. Even een nieuw gaffeltje maken. Ja, die was afgebroken bij demontage. Ja, het is jammer. Dit hadden we eigenlijk moeten tiggen, maar dat kan dus niet. Het tigapparaat is helaas kapot. En we zitten te wachten tot die gerepareerd is. Dus we moeten het maar even zo doen. Zie dit? Zo. Ha. Dat is gewoon goed, hè? Ik heb gewoon een stukje... Draag verchakt. Zie je? De hoogte van de boutkop. En nou is je weer helemaal hetzelfde. Dus dat moet helemaal goed komen. Wil er niet zo graag vanaf? Hij is kapot. Nee, als we dat ding nou eens aankoppelen gewoon. En we zetten daar gewoon een stroom op. Dat we die even aan de massa leggen en dat we alleen die eens laten klikken. Ja, nou, dan weten we dat dat ding goed is. Dat was het plan. Ja, want dan kunnen we iets uitsluiten. Dan weten we in ieder geval dat dit, de solenoid in de relais goed is. En dan kunnen we kijken, ja, dan is het de startmotor waarschijnlijk. Battery, komt die dan?
Doe eens. Nee, die ziet er schattig uit. Ja. Wacht even hoor. En die mag je dan. Wacht even hoor. Ja. Doe nog eens. Even gewoon beter houden zo. Kijk, hier is gewoon niks mee aan de hand. Dat is gewoon goed. Ja, dan zit het toch in die startmotor. Ja, dan is gewoon die motor luggen. Ja, we kunnen nou proberen. Even kijken, dan gaan we even... Ja, ik haal de stroom eraf. Yep. Snel even zo aansluiten, dan kunnen we hem namelijk... Ja, dus de solenoid is gewoon goed. Dat is nog... We hebben daarnet even de solenoid afzonderlijk getest. En dat is dit geval, hè. Dat werkt gewoon goed. Daar is geen sluiting, geen vonken. Nou hebben we hem weer verbonden met de startmotor. Daar zo, want dat is eigenlijk wat het ding doet. Hè. Daar zit eigenlijk een elektromagneet in, een spoel. En die spoel die doet eigenlijk twee dingen. Die trekt hier aan die hefboom, zodat het rondvol, dat is een kleine tandwieltje, dat dan naar buiten schuift. En ondertussen maakt hij hier contact tussen deze twee. En dit is gewoon de plus, die komt van de accu's. En deze, dat is eigenlijk de plus van de startmotor. Dus op het moment dat die ronsel uitgeschoven is, dan gaat de startmotor draaien. Maar nou gaan we dus kijken of de startmotor misschien sluiting maakt. Dus als we nou weer vonken krijgen, dan, ja, dan is het toch echt iets inwendig in die motor niet in de haak. Dus laten we kijken. Nou, dit klinkt wel gewoon oké, hoor. Ja, dit is gewoon goed. Nou, hoezo maakt hij die dan net sluiting, joh? Maar het ronsel maakt niet contact met de buitenkant. Nee, dat niet. Zou de plus komen te staan aan de ronsel? Dan dus. Ja, daar komt het al op neer. Maar ja. Dat kan bijna niet, want die lagers en zo maken wel contact met de ronsel. Ja. De ronsel maakt wel contact met de buitenkant, hebben we gemeten. Ja, daarom. Dus dan moet je altijd sluiting maken. Maar ja, we hebben hem nou dan op miraculeuze wijze gerepareerd, terwijl er eigenlijk niks veranderd is. Ja, dan denk ik dat we hem gewoon in elkaar moeten zetten en een compressie moeten meten. En okay. Daarna nooit meer gebruiken. Jawel. Gewoon een perslucht starten. Nee, jongen, die elektrische rommel. Dus stroom. Nou, hebben we misschien toch nog vuurwerk, ondanks het verbod. Komt-ie. Oh. We have a running engine. Hij doet het gewoon. En hebben we al compressie gemeten daar? Nee, wacht. We moeten eerst nog even één ding veilig stellen. Even eraf halen? Ja, doe maar. Ah, dat hoeft niet per se. Nee. Als je maar gewoon even met je vingers van die startknop af blijft. Ja. Ja, we hebben... Ja, nog een keer draaien. Hij blaast de dingen eruit. De brandplaatjes. Oh, dat is niet erg. Maar wacht even, je moet even door. Of stop je zelf? Nee, ik kan doorgaan. Komt ja, doe maar even langer. Die gaat echt niet starten met deze. Kan ik je vertellen. Maar hoeveel denk je? Hoeveel bar? 15. Ja, nou, hoeveel is het? 20. Dat is flink. Dus dat is gewoon echt goed. 20 bar. Maar eens even kijken. Ja, ik heb hem nou al afgelaten. Oh. Maar we moeten het nog 11 keer doen. Hij lekker, jongen. Die startmotor, ja. Nee, ik zag een rookpluimpje opstaan. Ja, dat is erg niet erg. Hij moet gewoon inwerken. Nog afstellen. Oh! Ah, de kutting. Ja, dit is stomme aluminium frutting. Dan valt er dat ding, dan gaat er kei moeilijk op. En valt er gewoon van eigen af. Pas op dat ding naar beneden valt. Dat is een aluminium frutje. Die kunnen we ook niet meer magneet pakken. Maar hoe deed het? Draaide je hem gewoon met die motor? Ik draaide hem zeg maar met die twee schroefjes. Die origineel draaide ik hem handvast. En ik zal eens even watervast stift pakken, schrijven erop wat elke zin in doet. En dan deze met de sleutel of zo. Ja, en dan draaide ik die met de sleutel. Die ligt hier al, die sleutel. Dus die. Ja, drink maar joh. Ik heb hier nog een krijtje. Kijk maar eens wat daar. Nou, maar dit is beter joh. Dit staat er toch op. Ja, leg hem daar maar op dat ding, hè, want dadelijk doet hij niet meer en dan...
water. Het ruikt hier. Oh, diesel. Wat? Diesel, de opvoerpomp begint diesel te pompen, natuurlijk. Ja. Welke is het? Deze. Zet de kraan toch even dicht. En gewoon met een slangklem erop, of met een lijmtang erop nijpen. Dan zijn we toch goed, zou ik zeggen. Ja? Het mag wel een beetje druk, hoor. Ik vind het van niet. Maar zo. Zo. Ik denk dat het dicht is. Die. Nou, die is wel minder. Hoeveel doet die? 15. Ja, die is lager dus. Oké, komt die. Waar zit die? 18, 19. Dat zijn goeie dus. Probeer maar. Komt ie. Kijk dat er eigenlijk een diesel uitspuit naar met een lucht. Straalt precies in je oog. Ja. Doet die? 17, 18. Dat kan niet heel slecht toch? Nee, ja, het is. Je moet eigenlijk eens kijken wat ze moeten zijn. Komt ie. Oh. Dat was niet helemaal lekker. Ah, hij is weer stuk, denk ik. Maar probeer maar. Nou, ik zie hier licht geven. Ja, maar op zich. Ja, dit is nou net wat ik altijd het probleem wat ik met elektrische rommel heb. Op het ene moment werkt het en dan weer niet. Het is al. Ja, maar ik heb niet zin om nog een keer te maken. Hij deed het wel, man. Ja, ja, die fikt helemaal af, hè. Dat is, ja, dan moeten we ermee stoppen, want anders moet die motor keilang open blijven liggen. Nou ja, het is een kwestie van kleppendeksels erop leggen en hij is dicht, hè. Dat is een ding niet. Maar ja, eigenlijk willen we hem wel gewoon testen, natuurlijk. Dat wil iedereen zien, maar ja. Ik zie het baai alweer hangen. Dan begint iedereen weer te zeggen, joh, dat is voor half werk. Nou moet je compressie moeten meten. Ja, dat klopt. We waren goed onderweg, maar nu is het weer gedaan met het feest, met die startmotor. En, wacht eens even. Ik heb wel een idee. Wat? Wat als we nou eens gewoon hier alle verstuivers inzetten en hem op perslucht gaan starten? Dan lekt de perslucht langs al die leidingen. Nou, dat maakt niet uit. Dan moeten we hier gewoon de verstuivers inzetten en doen we er eentje niet. Ja, maar en daar doen we onze tester in. Ja, maar dan moet je de perslucht ook afsluiten. Ja, van die we testen wel, ja. Maar die kunnen we toch los? Nee, dat kan. Jawel, die kunnen we loszetten. Ja, maar gaat die dan nog rond? Want volgens mij gaat die niet meer rond als er eentje mist. Dus nee, dan klep je tegelijk. Nee, open. Dat klopt. Dan gaat die, dan moeten we hem draaien. Totdat hij daar begint te lekken, zeg maar. Dat we hem net kunnen starten, dat hij echt zo één keer een slag kan doen. En dan hebben we misschien al voldoende om compressie te meten. Zou dat niet gaan? Nou, hij moet wel echt al 3 keer rondgaan wel, hoor. Anders heb je niet het resultaat, want die eerste begon ook bij 15 en bij de derde slag was hij pas 20. Ja. Het is nu natuurlijk. Want we hebben er daar eentje die we nog moeten doen aan die cilinderbank. En deze allemaal nog, zeg maar. Ja. Ja, het is gewoon een klote, maar ja, we moeten ze eigenlijk wel testen. Dan kunnen we wel tenminste gewoon de motor dichtbouwen en dan hebben we gewoon compressie gemeten overal. Ja. Dat is jammer. Dan weten we het dus nog niet. Dan wordt geen compressie meten aan deze kant. Dan ding dicht leggen. Startmotor af, want hij heeft geen zin om die te laten zitten waar die zit. En dan. We moeten maar kijken hoe ver we er nog mee komen dan. Zo. Het is kapot. Ik weet het niet. Ja, dat is geen feest om dat ding eruit te schroeven. Maar ik geloof niet, ik denk dat je het wel weer doet. Ah ja, we kunnen het proberen. Hij was net natuurlijk ook zomaar in één keer gemaakt. Hij staat natuurlijk wel klaar om hier druk op te bouwen. Ja,
En dat zou wel mooi zijn, want als we die cilinder nog even kunnen testen, dan hebben we in ieder geval die cilinderbank helemaal gedaan. Ja. Nou, dat is... Maar als de battery, dan komen de vonken. Maar dat hoeft ik niet langer te doen, denk ik. Maar toch vond ik dat wel subtiele vonkjes waren. Ja, de hele werkplaats was verlicht, man. Ja, het komt echt tussen die... Nog een keer. Ja, ik kan nog wel 30 keer, maar... Ja, op een gegeven moment houdt het een keer op, zeg maar. Ja. Waar kwam het weer tussen die kap uit, of tussen het ronselt? Nee, tussen het ronseltje. Ja. Maar ik snap niet, want als hij zo'n kortsluiting zou maken, dan zou hij ook niet rondgaan. Dan is het gewoon... Zou je zeggen, ja. Dus het is gewoon een beetje lek. Dus het is gewoon eigenlijk gewoon doorstarten. Wacht. Even, dat ding heeft wel gewoon koolborstels, toch? Ja. Yeah. Dus, daar zitten een... Hij heeft meerdere wikkelingen. Dus, als één van die wikkelingen doorlekt, ja, dan vonkt hij op die, terwijl hij bij de andere het nog wel doet, zeg maar. Ja, dat is zo. Ja, maar daarom kan er wel echt één wikkeling zijn die gewoon helemaal doorlekt. En daarom draait hij wel en vonkt hij wel, omdat die overige wikkelingen doen het wel. Dus zorg wel dat hij gaat draaien, maar elke keer als je daar komt, dan... Dan maakt hij vonkjes, ja. Dat is denk ik, zoiets denk ik dat het is. Ja. Maar dan moet je dus eigenlijk deze startmotor gewoon een beetje verdraaien. Zo, doe hem nog maar eens. Dat wil zeggen, als hij nou een beetje gedraaid staat, heb je kans als hij een beetje opstart dat hij het toch wel doet. Ja. Ja, mogelijk. Ja, hij draait ook al nog een stukje natuurlijk, hè? Oké, okay. Ja, maar hij draait net zoveel weer terug, hè? Komt-ie. Ja. Kijk, zie je? Kijk eens aan. Het is gewoon je... draaien. Het is dus gewoon één winding. Hoeveel hebben we daar? 18 ook. Ja, nou lekker. Dan gaan we gewoon door. Ja, het is natuurlijk niet goed. Nee, we moeten de startmotor misschien wel afhalen. Nou ja, dat is de reden waarom die startmotor ook zo weinig vermogen heeft, omdat er inderdaad gewoon een wikkeling is. Ja, dus er is gewoon een wikkeling, die maakt gewoon sluiting. Maar dat is dus al wat we eigenlijk al dachten. Ja, maar nou kunnen we op deze manier wel gewoon compressie meten overal. Kunnen we die startmotor markeren waar dat die zit? Het probleem. Want dan kunnen we denken te weten hoe het zit. Waarschijnlijk is er gewoon een wikkeling slecht. En het anker van die elektromotor heeft natuurlijk meerdere wikkelingen. Zo'n wikkeling is eigenlijk gewoon een elektromagneet. Hè? Dus op een gegeven moment, je zet de stroom op en dan trekt hij hem eigenlijk aan. Dus gaat de rotor gaat iets draaien eigenlijk, hè? Het anker. En dan vervolgens zitten daar dus koolborstels en gewoon sleepcontacten. En dan wordt de volgende wikkeling bekrachtigd, zeg maar. En dan trekt hij weer steeds verder, zeg maar. Op zo'n manier gaat zo'n motor dus draaien. Er is er waarschijnlijk eentje die maakt gewoon sluiting naar de motoras, dus daarom gaat hij dus vonken tussen het ronseltje en het vliegwiel. Ja, wij denken dat het gewoon dat er een wikkeling is die doorlekt. Als hij dan precies op dat moment stilstaat, zeg maar, en die motor moet op gang komen net met die slechte wikkeling, ja, dat doet hij dan niet, dan is het alleen maar vonken. Maar als we hem dan een beetje doordraaien en hij kan op gang komen, ja, dan kunnen we in ieder geval wel compressie meten. Het is natuurlijk niet goed, maar als we op deze manier gewoon wel even al die cilinders nog kunnen checken, dan weten we dat. Dan kunnen we de startmotor eraf halen. Die hebben niet nodig straks om de motor te starten, want als namelijk alle verstuivers erin zitten, kun je gewoon met perslucht starten. Dus we gaan ze wel allemaal testen, dan weten we in ieder geval iets. We hebben hier eentje gezien, die is laag van compressie. Ja. Voor de rest, die anderen zijn allemaal een beetje rond hetzelfde wel. Dus de 18 en de 20 bar, dat is niet... Volgens mij niet slecht, maar denk ik. Maar dat is gewoon goed. Oké, okay, laten we zien wat deze doet. We kunnen deze, die ene slechte misschien, want die hebben we die genoeg keer rond laten draaien? Ja, of zou ik misschien als ze nou nog... niet te veel bonus gaan doen, want... Nee, we pakken eerst deze cilinders mee. Maar als we lekker op dreef zijn, kunnen we die misschien ook nog redelijk vlot nog eens een keer doen. Maar die ging ook al 3 keer rond en dat was al gewoon... Dus ik denk dat die gewoon kapot is. Ik vind het gek dat die juist niet goed is eigenlijk, aangezien dat die... dit was eigenlijk echt een... Ik ben vooral... benieuwd naar deze twee cilinders. Maar je moet eigenlijk... Dit zijn de cilinders die bekend zijn van de video, waar we zeg maar met het schepje de rotzooi uitschepten. Nou zit daar natuurlijk wel een nieuwe cilinderbus in, dus dat is gewoon goed. Maar die kleppen en zo, die hadden ook wel flink geleden natuurlijk. Dus die hebben we ook allemaal moeten knutselen, om het zo maar te zeggen.
Het zou best kunnen zijn dat dan niet helemaal lekker dicht is. Dus dat, laten we hier zo mee beginnen dan. Toen ga ik daar die pakking rest eruit frutsen. De verstuivers. Oh nee. Laat het echt fonken, jongen. Echt veel ook. Nou, deze is echt slecht. Deze is 12 bar. Ja, nee, hij gaat ook amper rond. Ja, dat klopt. Hij ging. Oké, nog een keer. Probeer maar. Hij vergaat als hij daar, waar die, als hij compressie moet opbouwen, dan is het klaar met de feest. Dan is hij juist hartstikke goed. Ja. Dan is de accu gewoon leeg. Inmiddels. Het is jammer, maar de startmotor die heeft er echt geen zin meer in. We hebben het daar nog één keer geprobeerd te meten, maar hij gaat zo langzaam rond, joh. En hij trekt hem niet eens door zijn compressie heen eigenlijk. Dus dat heeft niet veel zin. Maar we hebben in ieder geval deze kant nou al klaar. We hebben hier eentje die is wel een stukje lager dan de rest, sowieso. Dus dat ziet er niet zo goed uit. Maar nog niet direct reden om zorgen over te maken, denk ik. Ik kan me ook wel voorstellen dat als we deze nog een keer zouden testen en dan zou wel gewoon vlotjes rondgaan, dat hij misschien wel gewoon doet. Dus dat is ook een beetje de... Ik denk het niet, want die was wel gewoon echt minder, hoor. Ja. Hij is wel lager. Hij is wel een lager waarde, sowieso. Hij was gewoon echt minder. Mm-hmm. Die dingen... Toch is het gek. Want deze kant was echt helemaal niet slecht. Nee, maar er kan natuurlijk wel een slechte klep in zitten. Die kleppen zijn volgens mij allemaal door elkaar geweest, toch? Ja, dat zou kunnen. Dat hier een klep in zit die gewoon geput was. Ja. Mogelijk. Ja, het is balen. We gaan de startmotor eraf schroeven in ieder geval. We gaan de motor gewoon dichtleggen. Want dan kunnen we met een beetje geluk morgen misschien wel starten nog. Ja, dat is jammer. We kunnen daar geen compressie meten nu. Maar het motordek moet er toch nog een keer af om de startmotor er terug in te zetten als we hem kunnen repareren. Ja, en dan is het niet zoveel werk meer om daar alsnog de compressie van te meten. Ja, dan moet het kleppendeksel weer eraf. Stuiverleidingen los aan die kant. Oké. Laten we het gauw doen. Kitten nog even verder een beetje eraf flubberen, zeg maar. Dat moet schoon. Kunnen we terug afkitten, kunnen we die deksels erop leggen. Eerst de verstuivers trouwens erin. Laten we daar niet vergeten. Oké, kun je een beetje aan de dingen draaien? Ja. Chef de gashendel. Koppelingen weer erop. Weet je nog hoe lastig het was om eraf te krijgen? Ja. Ja, dat zit weer. Very nice. Hup. Leidingje er weer op. Je kunt het niet aftappen, dat is een overflow, dat is helemaal geen aftap. Die zit gewoon op vloeistofniveau. Snap ik, maar je hoeft dus alleen die dom de ene ding te vullen, dus waar je hem altijd langs vult. Ja. Dat is het enige. Nee, twee doppen. Je hebt op de kopskant bij de regulateur zitten twee bouten. Ja. Dat is één vulplug, één drainplug. Ja. En dan heb je zeg maar de valfbody, hè, waar alle plungers in zitten. Daar zit bovenop een bout waar je langs moet vullen. En dat leidingje, wat bij de uitlaat normaal erbij gaat, dat is een overflow. Dat is waarschijnlijk als die pomp inwendig begint te lekken of zo. Ja, dat die niet heel het ding vol duwt. Ja, dat niet heel het ding op een gegeven moment vol loopt, dat die openpatst, zeg maar. Ja. Dus dan kunnen we gewoon dichtkitten en dan kunnen we gewoon vullen met olie. Het ziet er altijd zo lekker uit, hè. Er zit geen pijlstok op, hij heeft een overloopje daar, zeg maar. Dus als hij dadelijk vol is, dan loopt het daar straks uit. En daar komt het wel, volgens mij. Ja. Ja, dat kan ook omdat het dan al langs de zijkant zo erin loopt. Dat is ook nog mogelijk.
Ik zal er even een banjo in draaien. Ah, die hoort er niet bij, maar ik kan het er wel heel even in nu. Ja. Hè? Waar is de compressorspuit? Dat is een goeie. Die even erin, zo. Mooi, dat is vol. Nog een beetje te veel, maar zit, dat loopt er nou toch wel uit. Dus dat is prima. Dan terug in de fles. Zo. Zo, dat moet hem zijn. En daar is hem. Naast gaan druppen. Zo, juist mag daar. Die kan er dadelijk gewoon op. Delivery! Ik heb hier een mooie afgemonteerde brandstofpomp gevuld met nieuwe olie. En alle stangen eraan. En gereviseerd. Ja, getest hè, afgesteld. Huh. Die nemen we graag in ontvangst. Nee. Even die stang mee oppakken ook. Ja. Ja. Kun je hem ook hier gewoon op een rooster leggen? Zo. Ja, dan gewoon plat leggen. Die past toch? Ja, die past wel, ja. Maar het is wel een heel dun ringetje, zo gezegd. Ja, maar... Heb je die nog over? Nee, die heb ik niet over. Die zijn allemaal van die, motor waar we niet weten van wat het voor ring is, hoe goed of hoe slecht. Ja, ja. De deksel erop kloppen. Nou, dit is hem klaar, hè? Ja. Of stuivers met de schroefdraad aan deze kant. Ja. Ze kunnen denk ik niet eens andersom. Nee, maar ze zijn niet symmetrisch volgens mij. Ja, maar ik moet niet te veel raken nu. Peps. Nou, daar heb je nog niks tegen. Hè? Nee. Nergens kit aangesmeerd. Behalve waar het moet. Kijk. Het is weer dezelfde opgraving als toen we hem... Kijk dan, roeren. Hey, een krijtje gevonden. Lekker. Ik geef iets voor de mensen die voor het eerst kijken nou. Zeg maar, als je iets laat vallen...
dan ben je het eigenlijk wel echt kwijt. Want dan valt het zo tingeling, ting, 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 helemaal naar onder. En je kan echt nergens tussen om het te pakken. Dus ja, dat is. Het is wel te interessant. Als je met een magneet gaat vissen hier, dan weet je nooit waar je het tevoorschijn haalt. Of dat het inderdaad het boutje is waar je eigenlijk had laten vallen. Of dat het gewoon toevallig in één keer sleutel 17 is die er al langer lag of zo. Je hebt toch wel eens op YouTube van die magneetvissers? Ja. Dat ga je hier ook doen. Eigenlijk moeten we ze eens uitnodigen, want ja, hier vallen gewoon serieuze dingen te vissen. Ja, dat denk ik ook wel. Er ligt al genoeg onderin. Op een gegeven moment houdt het een keer op natuurlijk, want dan ligt het gewoon vol. Als je dan iets laat vallen, ligt het bovenop de rest. Kun je het toch pakken. Ja. Nog een boel vettige prut uitscheppen. Dat is niet gevonden, joh. Ik heb nu interesse om dat uren na te zoeken. Nee. Niet te denken. Nou. De krasjes hebben we helemaal niet goed gezet. Nee, daar zat ik net zo naar te kijken. Want daar kunnen we helemaal niks mee. Nou. Nee, niet op die as. Waar dan op? De huis. Op de huis? Ja, hier zo, maar dat is hetzelfde. Ja, daar zit de kras ja, en dan daar toch? Ja, zo ja. Ja, dan kun je toch terug op nul zetten hier en dan moet de pomp op nul staan, dan staat je op tijd. Nou ja, klopt wel dan. Ja, dus dat is best goed gedaan. Alleen ik weet niet of dat nou keurig genoeg is. Jawel, want hij kan alleen maar een tand verkeerd zitten. Ja. En een tand is veel te veel. Je moet wel een dikke krasje hebben, er staan er twee op. Hè? Ja, dan moet je die motor even draaien, maar dat is niet zo moeilijk. Dan kun je gewoon een ventilator draaien. Ja, dat gaat niet makkelijk meer nu. Ja, in haar compressie, hè. Maar dan lukt het nog wel. We hebben daar trouwens een speciale sleutel voor, wist je dat? Nee, toch? Ja, echt wel. Ja, die ventilatorpresssleutel. Ja, die ja. Die hebben we. Ja. Bijna. Nou, prima. Oké. Staat er op ons merktekentje. Waarom maakt dit hier wel? Oh ja, dus die clip. De klep het echt erop ligt, dat is beter. Brandstofpomp op zijn plek tillen. Ja. Goed. Zo. Zeg maar, zoiets zwaaien in. Oké. Ja, ik heb hem hier. Goeie. Moet er geloof ik eerst hier erin zo. Even kijken hoor. Ja. Wacht even, laat rusten. Dan ga ik daar staan. Ja, dat is goed. 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 Nou, dat kan dadelijk tegelijk, hè. Dan moet dadelijk helemaal die kant op. Dan moet die bus erin. Kijk. Ik denk dat er nou niks eruit komt. Daar een beetje naar achter. Denk het wel. Waar is die leiding nou? De leiding is grondig. Hier. Daar is hij. Oké, dan mag hij nog iets verder. Ja. Ja, nou kunnen we daar die bus erin gaan zetten. Ik zou hem gewoon in de ouders zetten waar hij moet komen. Zo ja. Leiding even omhoog. Dan heb je beter die leiding. Maar kijk, nou kunnen we er niet meer bij. Behalve als jij hem hier omhoog tilt hebt of zo. Ja, laten we dat doen. Ja, en dan meer naar hier nog. Dat kan. Zo. En dan een beetje draaien zo. Zo. Zitten de koperen ringen er allemaal tussen? Ja.
zo. Moet verder draaien. Je moet, ja, ja, hij moet achter. Daar zit mijn hand ertussen. Ja, dat is. Hij moet eigenlijk achter een beetje naar de achterkant van de tank. Zo. Nee, dat is nou rechts, hè? Naar de achterkant van de tank. Ja, dat kan niet. Als je gelijk draaien, dan gaat het wel, want dan blijft hij staan. Ja, die kutring die draait al. Hij draait vast op die. Goed hier, hè? Ja. Top. Helemaal vast draaien. Ja, laat maar even zo. Dat is veel beter. Oh ja. Niet helemaal vast. Nee. Erbij in frutje. Zo. Maar dan moet hem ook de kant op. Mm-hmm. Dus waarom is die kant dan weggevreten? Daar hebben ze een keer iets loms mee gedaan. Daar zullen die Irokezen zullen wel aan zitten knutselen. Oké, kom maar op. Ja, wacht even. Nee, we moeten die ring nog hebben. Die ring moet er ook tussen. Dus ook de winterstand staan. Ja? Ja. Winterstand is deze. Dit is de winterstand. Oké. Dan die. Dan moet ik hem eerst. Moet die eerst daar erop? Ja, dan moet ik even daar gaan zitten, want dan trekt die bus die kant op. Ja, ben er nog een beetje. Zo. Hou je me? Ja, makkelijk. Ja. Hey. Dan klopt het lampje ermee. Tuurlijk, altijd is het hartstikke nodig. Hij zit. Ja. Oh, hop. Misschien nog even kijken hoe zit het boven. Oh, hij zit er al veel te ver over. Ja, moet nog die kant op. Beetje goed zo. Je moet nog verder. Ja, moet nog verder naar die kant. Naar achter toch? Ja, precies. Nou, dat was het weer voor vandaag. Het staat toch weer voor een stukje in elkaar. Helaas niet compressie kunnen testen aan die ene kant. Vanwege de startmotor die niet oké is. Maar ja, we gaan hem toch wel weer terug in elkaar zetten nou. Want ja, die startmotor, daar zit nog wel werk in voor we die nog een keer goed hebben. En we willen toch eigenlijk gewoon kijken hoe dat die loopt. En het ding moet ook dichtgebouwd worden. Wil niet te lang open laten liggen ook niet. Dus morgen flink schroeven. Ik denk dat we nog best wel werk hebben. Moet zo meteen nog even kijken voor de temperatuursensor. Want we willen eigenlijk ook de temperatuur controleren. Was bij Rennes, zei de monteur, die zei, heb je gekeken of de temperatuur wel peil blijft? De thermostaat wel werkt, want op een gegeven moment toen die stationair had zijn draaien, begon hij daarna weer allemaal te roken die motor. Hè, toen we daarmee aan het testen waren van de zomer. En dat zou misschien wel kunnen natuurlijk. Dus we willen eigenlijk even kijken dat we de temperatuurmeter kunnen laten werken. Maar dan moeten we even een sensor bestellen dadelijk. Dus gaan we even opmeten in de radiateur en kijken of we daar iets voor kunnen knutselen. Maar goed. Het is ondertussen zo laat, we gaan even de comments doen en dan gaan we afsluiten. Jee, ik heb ze erbij. De comments van vlog nummer 382 staat bovenaan. Richard Muller, die zegt, Tom, ik weet niet wat je hebt gedaan met de camera, maar top. Het uit- en infocussen is weg, gewoon heldere scherpe beelden en je wordt steeds beter als cameraman. Gaat goed zo. Ja, hoera, toch? Ja, zeker. Ja, maar je zeker. Had ook iets veranderd aan de camera, toch? Ja, ik heb nou op manual staan. Of in ieder geval, het focussen staat op manual. Dus hij kan nou zelf niet meer kiezen tussen voor- en achtergrond. Oké, ja. Om zo maar even te zeggen. Oké, nou mooi. Ja, ik verdacht eigenlijk de lichtbronnen er wel van. We hebben nou vandaag natuurlijk deze lampen erbij gezet. Want hier is het sowieso donker. In de werkplaats is wel iets meer licht. Maar ik denk dat het ook niet ideaal is. Ik denk dat het ook wel... Ja, het was een beetje een combinatie van vieze lens. Eigenlijk iets te veel licht ook. Te veel licht? Ja. Bij Rennes was te veel licht. Of in ieder geval zoals... Ik zag ook een comment van iemand die zei... Ja, het licht was te laag. Ja, dat je in de lichtbron filmt. Ja, juist. Ja, dat klopt. Hè? Maar daar ook. We hebben daar ook in de werkplaats ook zo'n TL-buis die aan de muur hangt. Dat gaat ook helemaal fout. Klopt, toen is het ook een keer fout gegaan, ja. Ja. Bedankt, hè. Bedankt, Richard. Ja, hopelijk dat deze video ook weer goed was dan, hè. Hey. Stefan Minicooper, die zegt... 1 minuut 36, tweelingbroer van Dirk. Ja. Wie was dat dan? Ja, gewoon die andere monteur van hun. Oh, die was ook blond, ja. Die had een beetje hetzelfde postuur als jij ook. Ja. Nee, was niet mijn tweelingbroer. Nee, toch niet, hè. Het is natuurlijk ook met die mondkapjes, lijkt op een gegeven moment iedereen op elkaar. Dat scheelt ook wel. Ja, ik kan het verschil tussen man en vrouw nog wel zien, hoor. Ja, dat lukt wel, ja. Oké. Gaan we de comments van afgelopen maandag nog doornemen samen met Dirk?
Gaan we de gommers nog doornemen? Ik ging allemaal over dat jij weg ging natuurlijk. Oh nee. Gaan we dat doen? Nee toch? Ja, ik weet niet of dat heel spannende dingen waren. Als je nog vragen hebt, doe dat dan voor de volgende. Dan... Ja. Ah, zo. En we gaan misschien van tevoren nog wel een keer live ook of zo. We kijken of we een Q&A houden nog. Of zij ook mensen een Q&A doen voordat Erik weggaat. Dus ja. Dus dat. Simon Bergman. Die zegt, met zo'n mooie heftruc gaat Dirk toch wel twijfelen. Ja. Ja, Dirk. Een mooie heftruc straks, hè. Ja, dat is een mooie, hoor. Dat is wel beter. Dan hebben we allemaal die oude rommel. Ga ik weg, krijgt hij een nieuwe. Ja, ja, fancy pensie, jongen. Misschien gewoon beter dat ik wegga, want nou krijg je allemaal nieuwe dingen. Mooie heftruc. Ja, wie weet. Ja, en kijk... Niet alles wat elektrisch is, is slecht natuurlijk. Hè? Die startmotor wel, maar die heftruck die doet toch wel erg goed. Die motor uit die heftruck halen en hier als startmotor gebruiken. Het is wel ongeveer even groot. We zaten er twee in. Ja. Nou, laten we dat niet doen. Hij start ook best slecht. Ja. Daarom. Dus ik zag allemaal in de comments ook mensen die zeiden... Ja, wat reviseren. Ja, het is meer reviverven, want het is, ze doen verder niks aan de rest van de heftruck. Dat is niet helemaal waar, want we hadden op een gegeven moment toen we aan het schuren en de spuiten waren, toen de spuiten hebben we niet veel, maar daartussen, blijkbaar hebben ze daar nog van alles aan getest en zo. Ze hebben nog afzonderlijke componenten en zo hebben ze ook nog getest. Dus van de heftruck die we uiteindelijk kregen, was dat al gebeurd. En ja, ze wilden vooral de optische revisie laten zien. Dus dat. Ja, want de mast en zo bijvoorbeeld, die wordt ook gecontroleerd. En als er inderdaad slijtage aan is, dan worden er echt delen aan vervangen. Als je een 5-sterren revisie doet, want dat doen ze ook, hè. Dit is als 4-sterren, 5-sterren kan ook. En dan wordt echt alles vernieuwd en vervangen en zo. En dan is gewoon, ja. Maar ja, daar betaal je dan ook wel voor natuurlijk. Hè. Dat is een beetje afweging wat je net wil. Hè. Dus oké. Hey, dat waren de comments. Laten we nog even... de English Summary doen. Oké. Ik moet even nadenken. Joh. We hebben stiekem veel dingetjes gedaan allemaal. Hè. Ik denk dat ik... We did a lot of small things, but let's keep it to the most important things. We have the fuel pump tested and adjusted. Also, the injectors have been tested and 4 of them have been repaired. All of them have been adjusted. So, they're excellent now. So, but we have the engine disassembled now. And therefore, we also wanted to do a compression test. We did some small explanation about compression in the engine. What does it mean? You know that the combustion engine, it has the pistons moving in the cylinders. When the piston moves up, it compresses the air inside the cylinder. And this is really important, of course, because if there's some kind of leakage, for example, between the piston and the cylinder, you also call that a blow-by, and the gases travel between the cylinder and the piston to the crankcase, or maybe some valves which aren't closing properly, or all kind of light head gasket is also possible. There are a lot of things who actually can cause compression loss. And the compression is really important for the engine, because the gas is compressed, the air or maybe fuel mixture in case of a petrol engine, but for a diesel engine it's only air which is being compressed, and then when the piston is at the top position, the diesel is injected into the cylinder, and because the gas is compressed at a fast rate, the air heats up, so the diesel will ignite by itself. Because it ignites, you get a big increasing of heat and also expansion of the air. The expansion of the air presses the piston down. So that's how a combustion engine works. And you can understand that if this pressure is really important for the engine
to work properly. So if there is some kind of leakage, the engine will not be able to deliver the much enough power. And if it's really bad, it's even impossible to start the engine, because it does not compress the air enough to build up this this heat for the diesel engine to get it running, of course. This engine, we repaired it. I would not call it a complete revision or we just fixed some valves and cylinder bushes. We did not replace piston rings. We did not put new ones in there. We just used the ones which were looked good enough. Also the valves, we repaired some of those and we replaced some. So it's possible the compression is not good. So therefore we wanted to check that. We have done this by making some kind of adapter which fits in the hole of the injector. And then we needed to crank the engine, but we also we always use the air starter system to start the engine. Well, that's not possible, of course, because we have one combustion chamber which is closed by our test device. All the other ones are open, so the air starter cannot work, because you cannot build a pressure inside the engine, of course, so that won't work. And therefore we needed the electric starter, and we only tested on the working bench, so that was a little bit surprise if it would work, and it turns out it's not good. There's some kind of short circuit, we think, in the rotor, the coils, rotor, it's a rotor, yeah. We think there is something not okay, because we saw sparks. It does not have enough power, so that's not good. We managed, however, to test one cylinder bank, and we measured the values you see on the manifold, the intake manifold. We had one cylinder which only had 15 bar compression, and the others were between 18 and 20 bars. So that's it looks like that one is not very good, but I think it's fair enough. Then we wanted to test the other cylinder bank, but the starter motor, it doesn't have enough power anymore. Maybe in combination with discharge batteries, something like that. Therefore we choose to remove the starter. We still have to do that, and just install everything, and we hope to start it up tomorrow and to see if how it works. We have been busy with the fuel pump as well, filling oil, stuff like that, connecting some things. I think that's those are the most important things we did today. Deze het dan, denk ik. Goed. Excellent. Oh well, we have to order some parts at Indy quickly, so we have them tomorrow, and we hope to close everything up tomorrow, and we can start it to see if the adjustment of the pump and also the repair of those four injectors make a big difference in how the engine runs and how it smokes. Okay, so I would say watch tomorrow again, then we are going to test it, hopefully. En bedankt voor het kijken, tot de volgende.